Ook Marleen van Nierop, eigenaresse van de Bonte Haas in Wateringen, zat vanochtend vroeg al achter haar laptop voor het online steunloket. Ik heb gelijk de aanvraag ingediend, ja. Ja, dat er eindelijk wat gebeurt, want die aanvragen kon je natuurlijk al doen. En toen kregen we alles weer terug, hè, dat ze nieuwe maatregelen gingen maken en opzetten. Ja, daar was ik wel blij mee. En ik kwam er ook redelijk snel, 5 minuten wachttijd, en toen kwamen we er ook wel doorheen. De nieuwe steunmaatregelen gaan 90% van de loonkosten vergoeden bij bedrijven die 100% omzetverlies hebben. De eigenaresse heeft dubbele gevoelens bij de steunmaatregelen. Bij de toekenning wordt namelijk gekeken naar de cijfers van 2019. Het is gewoon heel oneerlijk, hè? Want er zijn ook bedrijven net gestart vanaf 1 maart. Ik zeg maar wat, als ze dan naar de omzet kijken van vorig jaar. Ja, dat is gewoon heel oneerlijk wat er door iedereen opgelegd wordt nu. Zeker met het prachtige weer komende week is het voor Marleen een domper dat de Bonte Haas gesloten is. Intussen werkt haar personeel aan het opknappen van het terras. We gaan het terras nog mooier maken, dat als we dadelijk open mogen, dat we mensen er nog meer van kunnen genieten. Ik hoop echt dat we over een jaar zeggen, dat we hier zitten als afsluitertje. En dat we dan zeggen, jeempie Mickey, weet je nog,